Die kan hij niet op. Dat zeg ik u bij voorraad. Het knappe is dat Jeffrey Wammers nu voor de vierde keer in de finale van een WK staat. In 2005, in 2009, in 2010, in 2011. Is het de vierde keer. En hij gaat met alle moed gaat hij een nieuwe sprong proberen die hij nog nooit gedaan heeft in de wedstrijd. Wel in de training, maar niet in de wedstrijd. Want hij wil toch een kans wagen. En hij neemt een sprong van 7-2. Terwijl hij in de kwalificatiewedstrijd 6-8 had als eerste sprong. En hij moet nu een halve draai extra maken. Gaat hem dat lukken of gaat hem dat niet lukken? En daar gaat hij dan. Ja. Zijn voeten waren niet helemaal gedraaid. Hij heeft er alles aan gedaan. Want hij wilde die kans proberen om toch een medaille te voor een medaille in aanmerking te komen. Dat kan alleen maar als hij een moeilijkere sprong maakt. Want 6-8 als uitgangswaarde is niet genoeg. Hier gaat hij. Kijk, hij wilde hier. Kijk, die halve draai. Wordt dat nou toegekend of wordt hem dat niet toegekend? Een complexe sprong. Normaal doet hij dat dus met een dubbele draai. En nu doet hij dat met een 2,5 draai. Kijk, hier maak je dus een 2,5 draai. Dan moet je vreselijk snel om je lengteas draaien. Let op de landing, je voeten. Kijk, hij wil wel met zijn bovenlichaam, maar het onderlichaam is nog niet zo ver. En daar is al die mat. Hopelijk geen blessures. Dat kunnen we nu niet gebruiken. En ja, dat is natuurlijk toch een ernstige fout. Maar goed, hij heeft het geprobeerd. Want als hij bij zijn normale repertoire was gebleven, was hij kansloos voor een medaille. En wint hij hier een medaille, ja, dan had hij gelijk op naam een startbewijs voor de Olympische Spelen. Nou, dat zal het nu niet worden. Dat kan ik u garanderen. Want er is hier zo hoogwaardig gesprongen in deze finale. Dus hij moet in januari zijn tweede kans wagen in Londen. Een tweede kwalificatietoernooi. En dan met zijn meerkamp. Kijk, 15.433 is... dat komt vooral door... Hij is niet toegewezen ook. Hij heeft 6-8 gekregen als D-score. Goed. Hij gaat natuurlijk zijn tweede sprong doen. Dat is een 6... Een 7-puntensprong. Oh, hij gaat het nog een keer. Hij gaat het maar gewoon als try-out nu gebruiken. En dat is een groep uit het Tsukahara. Dus hij gaat een drievoudige Tsukahara proberen. Dat hebben we in Rotterdam hebben we de poging gezien. Dat ging niet goed toen. Maar hij heeft toch niks te verliezen hier. Nee, daar gaat hij. Hop, duwen. Nee, 2,5. 2,5. Dus dat is 6,60 als D-score. En dat is denk ik verstandig. Want hij heeft hier niks te winnen ook. Hij moet heel blijven. Dat is heel belangrijk. Hij moet heel blijven. En dus is het verstandig dat hij dat niet doorzet. Om een drievoudige te maken. Want de medaille zit er sowieso niet in. En dan kan je beter op safe gaan. Geen blessure oplopen. Want over 3 maanden dan is dat Olympisch kwalificatietoernooi in Londen. En daar heeft hij nog een kans om als meerkamper zich te kwalificeren. Dan moet hij bij de beste 17 meerkampers komen. En die kans heeft hij zeker. Hij heeft de afgelopen weken ook steeds meer kan blijven trainen tot aan vandaag. Maar toch al knap hè, dat zo'n man die voor de vierde keer bij de top 8 staat van de wereld. Op zichzelf is dat al een competentie. Dan ben je stabiel. Zoals hij ook in 2009 en 2010 de wereldbeker won. Want dat is ook een cyclus van wedstrijden. Goed, hij eindigt voor de vierde keer op de 8e plek. Maar laten we wel wezen, het is wel de top 8 van de wereld. En hij krijgt dus een warm applaus. En het is de jonge Koreaan. Hak Son-yang. Die de opvolger gaat worden van de Fransman Thomas Bouel. Met een geweldige score van 16.566. We hebben een nieuwe wereldkampioen op sprong. Een jongen met een geweldig grote toekomst nog. Pas 18 jaar. Met een grensverleggende sprong. Een handstand, overslag, anderhalve salto met een drievoudige schroef. Ongekend. Het zilver is dus voor de Rus Klotsiskov. En de bronzen medaille voor de man uit Japan, Makoto Okikuchi. En dat was deze turner. In de stereotype houding. Japanse turners doen het hier uitstekend op dit WK in eigen land.
Het WK dat nu voor de derde keer in eigen land is. Dus wereldkampioen 2011 op sprong, de Koreaan Hak Seong Yang. Zilver voor de Rus Anton Kolotsiskov. Brons voor de man uit Japan Makoto Okiguchi. En voor de vierde keer in een WK-finale Jeffrey Wammes uit Nederland. Hij wordt 8.